Uiteindelijk, als je naar boven klimt en je bent verdwaald, dan hoef je eigenlijk op het moment dat je een berg opgaat, hoef je maar één weg terug en dan is het terug naar beneden. Het is niet zo dat je als je in een uitgebreid vlak terrein verdwaalt, dan is dat een stuk lastiger. Op een berg ga je gewoon terug naar beneden. Dus die kans is ook niet zo heel erg groot. Dus dan blijft er eigenlijk niet zo heel veel scenario's. Maar de kans is toch groot, wat ik net aangeef, dat ze op de terugweg de verkeerde zijn tegengekomen. Dat ze misschien in een auto zijn meegenomen, tegen hun wil of meegelokt. En dat er toch een misdrijf in het spel is. En dan kun je denken aan een levensdelict, een zedendelict. De ouders hopen nog altijd dat die meisjes in leven zijn. Dat ze zijn gekidnapt en ergens worden vastgehouden. Nou ja, die hoop die kan ik me heel goed voorstellen. Want je hoopt natuurlijk dat, altijd dat je kind leeft. En zolang er hoop is, is er omstandigheden zijn anders geweest. Waar wel een overeenkomst in zit, is dat er een hele gebrekkige communicatie is geweest. En een onvoldoende aanpak door de opsporingsinstanties. Die hebben te lang de zaak eigenlijk beschouwd als een mogelijk ongeval of een mogelijk verdwaling. En hebben niet ingezet op een echt goed opsporingsonderzoek. En dat is, daardoor is hele cruciale tijd verloren gegaan. Binnen een aantal uur of eigenlijk dagen, maar liefst nog sneller, moet je dan toch ook wel gewoon getuigen echt goed intensief gaan verhoren. Je moet technisch onderzoek doen. Je moet onderzoek doen naar telefoongegevens. Ik vind het heel, heel onduidelijk en ik vind het heel raar. De familie heeft diverse keren verzocht, ook op verzoek van het politieteam daar, aan de Nederlandse politie om met die telefoongegevens te komen. Want die zijn natuurlijk essentieel. Die twee telefoons van die meisjes zijn ook verdwenen. Dus de kans is groot dat ze die bij zich hebben gehad toen ze die tocht gingen maken. Die telefoons stonden op vliegtuigmodus. Want ze wilden voorkomen natuurlijk dat wegens roamingkosten die telefoonkosten hoog zouden oplopen. Dus die meisjes hebben hem op vliegtuigmodus gezet. Maar hebben toch via wifi, want dat kan natuurlijk als je op een plek bent waar je wifi-verbinding hebt, kun je wel met zo'n telefoon gebruiken om te whatsappen of weet ik veel wat. Die hebben ze wel die twee weken gebruikt. Dus de geschiedenis van die gesprekken is heel erg belangrijk. En dat duurt maar eindeloos voordat die gegevens boven water komen. Nederland zegt van we kunnen ze niet achterhalen. Er is ook een soort bureaucratische obstakel geweest. Omdat ook in Nederland men nog niet definitief uitgaat van een misdrijf. Wat ik heb begrepen niet. En een officier van justitie moet dus een machtiging aanvragen om die gegevens op te vragen. Wij zijn dus nu al vanaf 1 april aan het praten over deze meisjes die vermist zijn in Panama. Ja. Er wordt al heel, na een kleine maand wordt al gezegd, aannemelijk is een misdrijf. Jij herhaalt dat nu ook, absoluut, jij bevestigt dat. En nog steeds wordt het niet gezien als een misdrijf. De juiste stappen die nodig zijn om een onderzoek te doen naar een mogelijk misdrijf, die zijn nog steeds niet genomen. En die telefoongegevens die zijn nog steeds niet beschikbaar. En ik vind dat onvoorstelbaar. Je ziet in onderzoeken waar grenzen moeten worden overschreden op zorginstanties, gaat het mis in de communicatie. En is het misschien vanuit Panama niet duidelijk naar Nederland gemaakt welke gegevens nodig zijn. En heeft Nederland veel te laat en veel te laks gereageerd om informatie daar aan te leveren. En ik vind het onbegrijpelijk. Er zijn daar nu 12 honden aan het zoeken, hè? Nederlandse speurhonden en 18 begeleiders. Er zitten daar Nederlandse vrijwilligers. Er zitten twee Nederlandse ouders. De ouders van Lisanne zijn nog hier. De ouders van Chris zitten daar. Er is helemaal niemand van de Nederlandse opsporingsinstanties die daarbij als begeleiding of als zou het maar om dingen te monitoren. Ze worden dan hun lot overgelaten eigenlijk.